Ivalo, Ivalo. Ik ben gisteren heel laat aangekomen. Ik heb doorgeslapen tot een uur of 10. Kijk eens, daar gaan ze. Nou, even het eten ophalen. Wat ik heb laten bezorgen. Het zonnetje breekt een beetje door. Kun je zien? Het begint nu een beetje open te trekken qua bomen. Je ziet echt wel meer open stukken, maar wel dicht te trekken qua bewolking. En een heel vuil, vaag zonnetje schijnt er nog achter. Dus ik ben op weg naar die kant, een soort van pasje volgens mij. En daar zou op een gegeven moment een soort van schuilhutje moeten zijn. Dat heb ik op zich niet nodig. Maar het is wel apart om in de wilderness weer te zijn. Want dit is echt wel wilderness hoor. Echt een beetje eraan wennen zeg maar. Two thermal bottles. Two. Because you need a lot of water in winter time. And this is my camera packed in a hat, how do you call that? A hat, a fleece. Okay. Something else. This is what you carry at the front, like a small pack, only filled with clothes. So we got gloves here. We got a balaclava here. We got and we got a little bit of toilet paper and survival material, my survival package. And there is here a whistle and a thermometer. Now inside here it's under zero, inside the hut. Okay, so that all goes in here. The good thing about it is to carry it in front of you, that you can always change clothes on the way. I find it very handy. Okay, next step. The warm clothes and the other like big bulky clothing, down jacket, insulated pants, thick winter pants, and wind pants made of Gore-Tex. This is for when the wind is getting really, really, really strong. So you all put this in that bag. Of course, we have here our goggles, ski goggles, and we have our smaller gloves. And let's put this here as well. You see the light. So this is your winter survival package, sort of. The wood stove, and it's all one integrated system. It all fits neatly, and that goes into that bag together with a tent. So the tent and the cooking gear are really, really compact, pushed in this bag together with this thing here and this thing here, the cutlery. We got here this thing, of course, for the pans. Cutlery, we have a spoon over there, a brush, teeth, taking teeth care system, blah blah. That's that. And here, deodorant, an extra lighter, big lighter, an extra lighter. We have here some repair stuff and for the white gas burner stove, repair stuff, glue, tape. Here is some oil for baking. I need it in a couple of minutes. Here is soap, and here is are some tie wraps for the necessary repairs.
so well. And this goes in this box here. And finally, you got some clothing, thick sweater, wind sweater, insulated, very nice thing. And of course, Fjällräven, one layer, sort of cotton polyester, G1000 stuff, with a hoodie here. Jongens, jongens, dit is echt ongelooflijk mooi. Echt heel mooi. Als je kijkt daar, dat is richting de Russische grens. Die kant op. Ik ga nu naar beneden, niet door het bos. En ik kom van, zie je dat spoortje waarschijnlijk wel? Spoortje, hier zo. Was nogal, ik ben eens begonnen in een hut. Hou even mijn handen kaal jatten, joh. Mijn wandschoenen aandoen. Haha. En in die hut zat, was een, daar kwam ik gisteravond aan. En er was een Franse dame. Ik denk wel van, nou, dik in de 60. 60 jaar oud of zo. Maar een hele kwieke vrouw. En die had wel flink. Oh. Een hand of zo. Ja. Wat zit dat nou? Nee, zo hè. Ja, en die had er al flink wat kubiemeters op zitten. En die was met een poolka, dezelfde poolka als die ik heb, was ze aan het skiën. En het ging er heel goed af volgens mij. Nou, dus overnacht in die hut. En nou, ik had het een beetje koud, want het werd toch wel ik had een dunne slaapzakje aangetrokken, dus het was een beetje dom. Maar ik heb wel mijn nacht gemaakt. Dus een berg omhoog net. Dus deze heuvel hierachter omhoog. En het waaide best wel hard. En het was wel goed, want die sneeuw was heel stevig daardoor. En door die stevige sneeuw ga je makkelijk omhoog. Dat is mooi. Aan de andere kant, hier is het bijna, hier waait het eigenlijk niet. Lekker om eventjes een pannenkoekje te eten en thee te drinken. Wel doen, anders wordt het koud. En ik heb nieuwe skietjes gekocht. Ik heb eigenlijk mijn oude skietjes soort van in de uitverkoop gedaan. Ja, letterlijk. Want ze waren te smal. Dus ja, dan moet ik het verhaal vertellen nu. Ik wilde dus eigenlijk daar beginnen. En zie je heel in de verte, ik denk wel 100 kilometer verder, zie je een soort van heuvel zonder bomen erop. Hè? En, maar die afstand was nogal groot. Want ik zat heel lang in die bus naar Sodankylä. En toen ik in die bus zat, dacht ik van, oh, die sneeuw is zacht, de afstand is ver, dat ga ik niet redden. Dus ik ben teruggegaan naar haar plaatsje, vergeet ik, Sariselka. Ik heb daar deze korte skietjes gekocht. Ik ga het laten zien. Zo. Kan je het goed zien zo? Ik vind het ideale dingen, want... Het is een soort van kruising tussen
sneeuwschoenen en skietjes. Ze zijn kort, maar heel breed. En je zakt er echt veel minder door snel naar beneden. En er zit nog een kleine stukje van stijgvel zit eronder. Dat hebben ze erop geplakt. Die kant op, naar beneden, daar is er dus een, als het goed is, een soort paadje langs een rivier. En dan ga ik dus, dat is een klein dalletje, een riviertje, en dan wil ik op een gegeven moment die bergen in eigenlijk. Oeh, niet te snel jongen. Diep, 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 diep sneeuw. Als je hier van je skis afstapt, zat je 1,5 meter naar beneden. 1,5 meter. Zwaar. Toch nog een heel eind. De sneeuw wordt alleen maar zachter en dieper. Nou, op een gegeven moment kom ik een heel klein spoortje tegen van skiers. Van skiers. Ja. Kom ik met die tank van een poolcar, van een sleetje. Die past natuurlijk niet in het spoor. Voor je skis is het goed. Ik kan best wel vooruit gaan maken. Nou, het trekt wel heel zwaar. Maar ja, het is maar misschien nog wel beter dan die enorme poeien. Dit was de eerste, dus hier gekampeerd. Dit is de tweede nacht in een hutje. Vervolgens ben ik de berg opgegaan. Hier langs gegaan. Even kijken hoor. Ja, hier langs gegaan. En naar beneden gegaan. Het staat op film. Hele diepe sneeuw. Ik kon hier nog geen paadje vinden. Op een gegeven moment was er wel een spoor van een poelka. Of van een sleetje. En toen ben ik hierop uitgekomen. En toen heb ik en ik zag niet dat ik het al in het hoofddal terecht was gekomen. Dat was gewoon niet te zien. Er zou nog een brug zijn geweest. Maar ik ben er voorbij gelopen. En in plaats van zo, die kant op, ben ik omhoog gegaan. Naar Rautoja. Rautoja. Nou, in Rautoja dacht ik van nou, wat ga ik doen? Ga ik terug of ga ik gewoon de andere kant op? Dus ik wilde niet dezelfde weg terug, dus ik ben omhoog gegaan.